welkom bij Nerdcultuur. Vandaag gaan we het weer eens een keertje hebben over een documentaire in de vorm van The Contestant. The Contestant is dus een documentaire die het verhaal vertelt van een ouderwets Japans spelprogramma uit de eind jaren 90. We weten natuurlijk hier in het Westen wel een beetje van hoe gestoord Japanse spelprogramma's zijn, maar helaas hebben we het dus nooit echt in hun volle gloriedagen kunnen ervaren. Het wordt ook echt benadrukt in deze documentaire dat het concept van het verhaal in deze serie zich dus uitspeelde voordat er überhaupt iets zoals Big Brother of The Truman Show was. Er was dus een programma Denpa Shonen en daarin hadden ze dus een variëteit van verschillende pranks en spelletjes en zo, maar daar kwam dus één vast segment in. Dat segment was iets van My Life on Lottery Tickets en daarvoor hebben ze dus één Japanner opgesloten en die moest overleven met alleen krasloten. Ze laten hem dus letterlijk naakt in dat huis achter en ze vertellen hem eerst dat ze nog niet eens zeker weten of dit materiaal wel gebruikt gaat worden, terwijl hij al die tijd al letterlijk wordt uitgezonden. En in totaal heeft die arme man daar dus 15 maanden doorgebracht voordat hij uiteindelijk is vrijgelaten. Je ziet dus tijdens deze docu wel echt hoeveel zware psychologische stress hem dat heeft opgeleverd. Dat blijft natuurlijk altijd een beetje een morele kwestie als het aankomt op reality programma's en dat producers willen pushen om het beste materiaal eruit te krijgen, maar dat het soms dus ten koste kan gaan van de deelnemers. Ik ben er zelf best wel mee bezig, omdat ik momenteel dus ook werk voor het programma De Bondgenoten. En dat is dus wel een beetje een soort Big Brother-achtig concept. Alleen met iets als Big Brother of De Bondgenoten zit je natuurlijk wel vast in een bepaalde locatie, maar daar zit je er in ieder geval niet alleen in. Terwijl deze guy met die krasloten, die heeft dus 15 maanden gewoon helemaal afgezonderd en alleen gewoond. En het is dus ergens ook wel creepy om te zien, maar ik kon het ook wel waarderen, maar hij heeft dus blijkbaar elke dag soort van de camera ingekeken en zijn naam genoemd. En dat wordt dus heel knap gemonteerd tijdens deze documentaire om echt zijn progressie te laten zien naarmate die daar dus langer vast zat. En zijn haar wordt dus steeds langer en wilder en hij begint een baard te krijgen. En na een tijdje is die gewoon echt een savage, helemaal afgezonderd van de maatschappij. En zelfs de producers werden dus ook echt aangemoedigd om hem gewoon totaal niet aan te spreken of contact met hem te leggen of wat dan ook. De man die daar allemaal verantwoordelijk voor was, Tsukiya, die zit dus ook in deze documentaire en zelfs hij worstelt wel een beetje met de moraliteit van wat hij gedaan heeft. Aan het einde zie je dus wel dat hij ergens wel een soort diep respect heeft voor Nasabi, voor de contestant dus, omdat hij dat allemaal heeft doorstaan voor zijn programma. En het enige kritiekpunt wat ik dus veel gezien heb met betrekking tot deze docu is dat er veel aspecten zijn waar ze misschien nog wat dieper op in hadden kunnen gaan. En het respect wat die producer dus heeft voor die deelnemer is wel één van die dingen, denk ik. Alleen met een runtime van ongeveer 1,5 uur ben je natuurlijk wel een beetje beperkt. Want het is een documentaire die grotendeels bij de feiten blijft en probeert om een zo compleet mogelijk plaatje neer te zetten eigenlijk. Alleen zijn juist de emotionele en mentale kanten, soort van de psychologische effecten die het gehad heeft op die deelnemer, die dus misschien het meest interessante zijn. Want Nasabi is daar in Japan dus wel echt een cultureel fenomeen geworden. En hij was dus opeens, ja, voor zijn gevoel letterlijk van het ene op het andere moment een superster. En de onthulling waarin ze hem dus eindelijk vrijlaten en hem dan dus laten zien aan een compleet wild publiek, zeg maar, is ook wel echt een insane stukje televisie wat je te zien krijgt. En je krijgt dus ook wel echt medelijden met Nasabi en alles wat hij heeft moeten doorstaan. En daardoor ga je na een tijdje misschien een beetje wat vraagtekens zetten bij het hele concept van reality tv. Maar ik denk dat er dus nog steeds wel echt meerdere gradaties mogelijk zijn. Omdat hij dus opeens zo populair was, had hij ook een bepaalde druk op zichzelf gelegd om echt een soort comedy legende te worden. En omdat hij daar dus een beetje tekort in schoot, had hij het er wel echt moeilijk mee. Maar wat dus ook wel mooi is om te zien in deze docu is, nadat dus die nucleaire ramp was in Fukushima in 2011, is hij daar dus wel echt een soort volksheld geworden. En heeft hij zijn kleine beetje roem wat hij dus nog over had gewoon gebruikt om echt de community soort van omhoog te helpen. En uiteindelijk heeft hij zelfs Mount Everest beklommen. Je kan dus wel zeggen dat hij gewoon echt een inspirationeel figuur is. En het is dus ook wel tof dat hij heeft kunnen meewerken aan deze docu. Dat hij er ook gewoon zelf in zit. En je krijgt dus wel een beetje een beeld van hoe ver de Japanse tv dus voor dit programma dat hele concept bereid was om te pushen gewoon. Omdat ze wisten dat het wel goede kijkcijfers en positieve reacties opleverde. En ik denk dus ook wel dat deze docu de deur openzet voor interessante gesprekken als het aankomt op morele vragen binnen dit reality genre. Maar heb jij de contestant ook al gezien? Volgens mij komt hij binnenkort hier op
op Disney Plus, want het was oorspronkelijk een Hulu documentaire. Maar misschien heb je hem ergens anders al kunnen kijken. Laat me weten wat jij ervan vindt in dat geval. Bedankt voor het kijken naar mijn review en subscribe ook op dit kanaal om op de hoogte gehouden te worden van alles wat gaande is in nerdcultuur.